We gaan het vandaag hebben over de kapitalistische economie. En dan specifiek natuurlijk over hoe Marx ons uitgelegd heeft hoe het werkt vanuit socialistisch perspectief. En het praatje is misschien een beetje op introductieniveau. Ik ben misschien al bijna 5 jaar lid van de Internationale Socialisten. En deze meeting was eigenlijk voor mij de eerste aanleiding om me er zelf een beetje in te verdiepen. Maar ik denk dat dat wel een goed startpunt is. Om te kijken naar de uitleg van onder andere Marx over hoe de economie werkt, hoe het systeem werkt, hoe dat eigenlijk ook gewoon een heel ongezond systeem is. Want het helpt ons wel om beter te begrijpen hoe onze samenleving werkt, waar het op gebaseerd is en benadrukt ook heel erg waarom een klasseanalyse zo belangrijk voor ons is in het nadenken over de verschillende strijdvelden waar we allemaal in actief zijn. En extra relevant omdat we nu in een tijd leven waar economische crisissen zich best wel snel achter elkaar opvolgen. Terwijl we tegelijkertijd de afgelopen jaren te maken hebben gehad met COVID, dus een gezondheidscrisis met heel grote gevolgen voor ons leven. En natuurlijk een klimaatcrisis die nog veel catastrofalere gevolgen zal hebben. En wat ook niet los te zien valt van hoe het economische systeem werkt. En het interessante is dat Marx in zijn tijd al dus heeft uitgelegd hoe inherent tegenstrijdig de werking van het kapitalistische systeem en economie is. En hoe die werking er eigenlijk tot zorgt dat er steeds opnieuw crisissen ontstaan. Dat voorspelde hij toen al en dat heeft in de geschiedenis alleen maar correct gebleken te zijn. En ik denk, laten we even beginnen met een paar basiskenmerken van het kapitalisme. Want toen Marx zijn theorie over het kapitalisme uitschreef, toen stond het kapitalisme eigenlijk nog in zijn kinderschoenen. Het kapitaal schreef hij bijvoorbeeld het eerste deel in 1867 kwam dat uit. Dus dat betekent eigenlijk dat het ook best wel een jong systeem is en nog niet zo heel lang bestaat. En dat is best wel een belangrijke tegenwerping tegen verschillende liberale economen die beweren dat kapitalisme een soort van inherent aan de menselijke natuur is, omdat zogenaamd concurrentie bijvoorbeeld altijd al bij de mens hoort. Ik denk dat de uitleg van Marx heel erg laat zien dat dat niet zo is. En dat het daarom ook even goed is om te kijken naar wat hij ons geleerd heeft over de voorgeschiedenis van het kapitalisme en welke systemen hieraan vooraf gingen. Ik ga er niet heel uitgebreid op in, want er valt echt heel veel te zeggen, ook over het feudalisme en zo. Maar dat is niet voor deze meeting. Maar we gaan wel even kijken naar verschillende manieren van productiesystemen in de geschiedenis. Namelijk in het begin, bij de eerste primitieve gemeenschappen, daar zag je dat men gezamenlijk collectief produceerde met als doel om zichzelf, de eigen gemeenschap, in de basisbehoeften te voorzien. Dus simpelweg, er moest gegeten worden, er moest ergens warm geslapen kunnen worden. Dus daar richten die eerste mensen hun dag op in en werken daar heel erg in samen. Juist ook omdat ze van elkaar afhankelijk zijn om het samen vorm te geven en ervoor te zorgen dat dat goed gaat. Hier en daar zag je tussen die gemeenschappen af en toe wel dat er misschien onderling werd geruild. Maar over het algemeen niet, omdat er geen overschot werd geproduceerd. Waar ze aan toe kwamen in de productie die ze hadden, was echt puur en alleen zichzelf in voedsel en in middelen voorzien die ze die dag nodig hebben. En dan later in de geschiedenis ontstaat er wel al een vorm van eenvoudige warenruil. Want de efficiëntie van de arbeid die mensen doen en de technologieën die ontwikkelen zich verder en worden dus efficiënter. Waardoor er op een gegeven moment in de geschiedenis op structurelere basis een overschot wordt geproduceerd. Welkom. En het moment dat er overschot wordt geproduceerd is eigenlijk een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de mens. Want door het ontstaan van overschot zijn er dus ook middelen die geruild kunnen worden met andere mensen, met andere gemeenschappen. Dus de ruilhandel die neemt toe, maar dat betekent ook dat mensen opeens bezit hebben over dat overschot.
En dat er dus een verschil ontstaat tussen mensen die dat bezit hebben, die waren hebben, die middelen tot hun eigendom hebben. Dus er ontstaat particulier eigendom versus mensen die dat misschien niet hebben of minder hebben. En er ontstaat dus ook steeds meer een onderscheid tussen hoe er geproduceerd wordt en wie daar welke positie in inneemt. Dus eigenlijk een soort van machtsverschil tussen de mensen die wel overschot in hun bezit hebben versus mensen die dat niet hebben. Maar wat je hier wel nog steeds ziet is dat er wordt geproduceerd op basis van de behoeften van de mensen zelf. Dus er wordt geproduceerd om mensen te voorzien in de waren die ze nodig hebben in het dagelijks leven. Alleen wat er steeds meer gebeurt is dat ieder persoon bijvoorbeeld één specifiek waar kan produceren. Er zijn mensen die kunnen stoffen weven, er zijn mensen die verbouwen het land, et cetera. Dus in die zin wordt ook dat productieproces steeds meer gesegregeerd. Die ruilhandel neemt toe. Op een gegeven moment ontstaat er dan ook geld als concept, eigenlijk om die ruilhandel te versimpelen. Gewoon omdat het handig is om een afgesproken iets te hebben dat de waarde van een product weergeeft. En op het moment dat er geld op de markt gebracht wordt, ontstaan er ook personen met een heel bijzondere positie in die ruilhandel, namelijk geldeigenaren. En geldeigenaren hebben dus eigenlijk een heel andere positie dan mensen die waren produceren. Stel, je verbouwt aardappels, je hebt heel veel aardappels, je hebt genoeg aardappels om met je gezin te eten. Nou, je overschot, dat schot breng je naar de markt om daar je aardappels te verkopen en zelf weer waren te kunnen kopen die je gezin verder nodig heeft. Ander eten, kleding, meubels, wat dan ook. En wat doen geldeigenaren? Die brengen niet een eigen product op de markt om te ruilen voor geld. Maar die gaan eigenlijk proberen waren zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Of misschien door middel van roven of diefstal. En dan proberen ze die waren vervolgens voor winst door te verkopen. Dus het zijn mensen die niet een positie hebben van waren op de markt brengen en zelf meedoen aan die ruilhandel. Maar accumuleren geld, worden zelf steeds rijker. En je kan hun zien als een soort van eerste soort van kapitalisten voordat er echt al een kapitalistische economie bestond. Dat laat dus ook zien dat zeg maar klassenmaatschappijen wel echt al veel langer bestaan dan het kapitalisme. Op een gegeven moment ontstaat er dus ook een specifieke productiewijze die we nu kennen als de kapitalistische productiewijze. Doordat de productiemiddelen steeds efficiënter worden, de technologie gaat steeds verder en wordt steeds complexer en daarom ook steeds duurder. Dus waar eerst mensen verschillende middelen hebben, weefgetouwen of handmiddelen om het grond te verbouwen of zo, worden dat op een gegeven moment bijvoorbeeld grotere machines. Die natuurlijk, waar niet iedereen toegang tot heeft. Niet elk werkend persoon kan zich veroorloven om zo'n machine zelf te kopen en daarmee zelf te gaan produceren. Denk bijvoorbeeld op een later moment wel hoor, maar bijvoorbeeld aan de stoommachine. Die ervoor zorgt dat er in fabrieken heel veel geproduceerd kan gaan worden. En ja, niet iedereen die bijvoorbeeld zelf produceert, die koopt dan een stoommachine voor thuis om daar zijn product wat efficiënter te maken en te kunnen doorverkopen. Dus er staat een nieuwe klasse op. De bourgeoisie, die eigenlijk als enige het geld en de middelen heeft om eigenaar te zijn van die nieuwe productiemiddelen. En dat betekent dat voor mensen die voorheen misschien bijvoorbeeld boeren of ambachtslieden waren, dat die productiemiddelen ontoegankelijk worden. En dat zij juist afhankelijk worden van het verkopen van hun arbeidskracht in die fabriek bijvoorbeeld voor loon om te kunnen overleven. Dus zo ontstaat het kapitalistische systeem. En dan gaan we even naar een aantal belangrijke kenmerken daarvan. Wat we net dus omschrijven, er zijn twee verschillende klassen waarvan de heersende klasse, de kapitalistische klasse, de productiemiddelen in handen heeft. En aan de andere kant de werkende klasse, de veel grotere groep mensen op aarde,
Die zelf niet over die productiemiddelen kunnen beschikken. Dus die met verloop van tijd afhankelijk worden van het verkopen van hun arbeidskracht om loon te verkrijgen en op basis daarvan te kunnen overleven. Nou ja, dat laat eigenlijk zien dat de heersende klasse, de kapitalisten, best wel eensgezind zijn natuurlijk in hoe ze omgaan in het uitbuiten van de arbeidersklasse. Want het is volledig in hun gezamenlijke belang om bijvoorbeeld te proberen de lonen zo ver mogelijk te drukken en dat soort zaken. Maar een tweede belangrijke kenmerk is wel dat de kapitalistische klasse tegelijkertijd helemaal niet zo eensgezind is, maar juist constant onderling met elkaar in concurrentie is. En eigenlijk, de kapitalist staat altijd onder druk om ja, de productiesnelheid en de winstmaximalisatie van de andere bedrijven, kapitalisten, zelf ook bij te houden om te kunnen overleven op de wereldmarkt. En wat dan ook een belangrijk grote verschil is met hiervoor, is dat er vanaf nu niet meer geproduceerd wordt op basis van de behoeften van de mens, wat mensen op aarde nodig hebben in hun dagelijks leven. Maar er wordt geproduceerd op basis van die winstmaximalisatie. En alle waren die worden geproduceerd, die zijn dus ook niet, dat leg ik later uitgebreider uit, maar die worden eigenlijk niet gemaakt om direct te consumeren, zoals de boer die zijn aardappelen ruilt voor kleding voor zijn gezin of wat dan ook. Maar alles wordt geproduceerd om te kunnen verhandelen op de afzetmarkt. En deze dynamiek van concurrentie en produceren voor winst leidt er uiteindelijk toe dat het systeem zichzelf tegenwerkt, dat er een aantal belangrijke tegenstrijdigheden ontstaan die uiteindelijk leiden tot economische crisis. Marxisten noemen dit ook vaak crisissen van overproductie. En dat is wat ik in dit praatje een beetje ga proberen uit te leggen. Hoe die tegenstrijdigheden ontstaan en tot crisis leiden. En ik denk dat we daarin dus ook gaan zien dat er dus helemaal niet, wat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is voor sommige liberale mensen in de klimaatbeweging, die heel erg focussen op dat er zogenaamd geproduceerd wordt op basis van de vraag van consumenten in de wereld. En dat we zoveel zouden willen produceren zelf, dat er dus veel te veel geproduceerd wordt. Maar ik denk dat als we naar deze uitleg van Marx gaan kijken, dat we zien dat er echt constant overproductie ontstaat, die helemaal niet gebaseerd is op wat wij kopen in de winkels, maar dat er letterlijk ook gewoon geproduceerd wordt waren die gewoon direct daarna vernietigd worden. Er wordt geproduceerd voor winstmaximalisatie en ja, dat als consument heb je daar eigenlijk geen enkele invloed op. Dat was eigenlijk mijn punt. Dan gaan we dat even verder proberen te verhelderen. Op basis van een aantal belangrijke aspecten en wetten van de economie die Marx uitlegt over de werking van het kapitalisme. En dan beginnen we even bij de waardewet en het creëren van meerwaarde. Een centraal beginpunt van Marx is dat in het kapitalistische productieproces waarde voorkomt uit arbeid. En dat is ook niet zo heel lastig te begrijpen, want stel je hebt een grondstof, katoen, onverwerkt katoen. Die inkoopprijs daarvoor is natuurlijk een stuk lager dan het shirt dat je in de winkel koopt. Dus het is de arbeidskracht, de arbeider die dat katoen verwerkt tot een t-shirt, dat meerwaarde aan dat product toevoegt, waardoor het voor winst verkocht kan worden. En dat is een belangrijk beginpunt van Marx, eigenlijk dat het alleen arbeidskracht is die deze meerwaarde kan toevoegen aan een product. Dus de waarde van een product wordt ook bepaald door de arbeidskracht die ervoor nodig is. Want wat er in de prijs van een t-shirt zit, is aan de ene kant de prijs voor de grondstoffen, het katoen. Misschien een deel van de prijs van de machine die ervoor gebruikt wordt. Maar echt de meerwaarde, dus het hogere bedrag waardoor je het in de winkel kan verkopen, is omdat er arbeidskracht achter zit. En het is dus handig om nu even te onthouden dat volgens Marx ook die menselijke arbeid de enige bron van meerwaarde is.
En dat het niet vervangen kan worden in een machine, in het huidige productieproces. Daar komen we straks op terug, waarom dat zo is. Ondanks dit feit dat de arbeidskracht de bron is van meerwaarde, is dat niet wat de arbeiders ervoor terugzien. Zij plukken hier niet de vruchten van. Want arbeiders verkopen hun arbeiderskracht voor loon. En dat loon staat overduidelijk niet gelijk aan de meerwaarde die zo'n arbeider op de werkdag daadwerkelijk produceert. Die winst gaat naar de kapitalist. Stel je voor dat een arbeider op een arbeidsdag van 8 uur 8 shirts maakt. En die shirts worden voor 12 euro per stuk verkocht. Nou, de grondstoffen van het shirt die bedragen misschien 2 euro voor de grondstoffen, voor de productiemiddelen. En de shirt wordt voor 12 euro verkocht, dus er is een meerwaarde van 10 euro ontstaan. Dus als zo'n arbeider 8 shirts maakt op een werkdag, dan wordt er een meerwaarde van 80 euro geproduceerd. Maar die arbeider die krijgt een dagloon van misschien bijvoorbeeld maar 30 euro. Dus dat betekent dat de arbeider slechts de meerwaarde van 3 uur werken op die dag heeft teruggekregen in de vorm van loon. En dat je de volgende 5 uur in principe gratis voor je baas, de kapitalist, werkt, die winst maakt op basis van de meerwaarde die jij produceert. En dan gaan we even door op de concurrentie tussen de kapitalisten onderling. Want een kapitalist, zoals we net gezien hebben, die maakt winst op basis van de meerwaarde die arbeiders produceren. En die winstmaximalisatie is voor een kapitalist ook het belangrijkste doel op zich. En dat, ja, het is, Marx benadrukt ook heel erg van, het is te simpel om te denken van de kapitalist is een evil individu die voor zichzelf zoveel mogelijk geld wilt. Dat is in principe niet zo, misschien wel waar, maar niet zo heel relevant. Het probleem voor de kapitalist is dat ze onderling ook constant met elkaar in concurrentie zijn en elkaar onder druk zetten om zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk te blijven produceren. Want winst maken op zichzelf is misschien fijn, maar het is best wel een probleem voor een kapitalist om winst te kunnen blijven maken. Dat komt doordat misschien op een gegeven moment een andere kapitalist in staat is om zijn producten goedkoper dan jij op de markt te brengen. Wat betekent dat die een goede afzetmarkt heeft, zijn producten kwijtkomt en dat jij met je duurdere product steeds minder winst maakt, want ja, er is gewoon een goedkopere optie op de markt. Dus die kapitalist moet gaan investeren in efficiëntere productiemiddelen en in betere technologie bijvoorbeeld, om zijn product vervolgens weer net zo goedkoop op de markt te brengen als de concurrentie. En zo halen bedrijven elkaar steeds opnieuw in. En wordt het eigenlijk een soort van cirkel waarin de kapitalist steeds meer kapitaal moet accumuleren in de vorm van winst, maar ook in de vorm van nieuwe technologieën, betere, grotere fabrieken, wat dan ook. Om zelf in staat te zijn om winst te kunnen blijven maken. En op het moment dat dat niet lukt, gaat zo'n bedrijf ook failliet. Dus dit is, ja, blijven zoeken naar winstmaximalisatie en kapitaal blijven accumuleren is de enige manier om winst te blijven maken en te overleven op de wereldmarkt. En dat gaat steeds verder door omdat ze constant met elkaar in concurrentie zijn. En je ziet dus ook dat bedrijven die dit nu niet lukt en die failliet gaan, ook vaak overgenomen worden door grotere bedrijven. Dus dat het kapitaal in de wereldmarkt steeds verder gecentraliseerd en geconcentreerd wordt binnen een aantal, ja, steeds groter wordende kapitalistische eenheden, bedrijven, wat dan ook. En daarmee wordt de kloof tussen de heersende klasse en de werkende klasse dus ook steeds groter. Dat geldt ook voor de technologische ontwikkeling. Het wordt voor arbeiders steeds meer een ver van mijn bed show om, ja, arbeiders hebben niet, misschien een paar kleine uitzonderingen, maar hebben geen enkele toegang meer tot het bezit over die productiemiddelen. Even kijken. En die kapitalist heeft dus beschikking over een bepaald kapitaal. En Marx verdeelt het eigenlijk, ja, geeft aan dat dit kapitaal van de kapitalist uit twee verschillende delen bestaat.
Het ene deel noemt hij constant kapitaal en het wordt ook wel doodkapitaal genoemd. En het andere deel noemt hij variabel kapitaal. Het constante kapitaal, dat is het kapitaal dat gaat naar investeringen in grondstoffen die je nodig hebt om producten te maken. En de productiemiddelen, dus de machines die nodig zijn, de gebouwen die nodig zijn voor het productieproces. En de waarde van dat soort dingen, de grondstoffen en de machine, et cetera, die waarde blijft natuurlijk ook gelijk gedurende het productieproces. Dat verandert niet. Dus de waarde van het constante kapitaal, dat verandert in principe niet. En het tweede deel, dat is variabel kapitaal. En het variabele kapitaal, dat is dus wat er geïnvesteerd wordt in arbeidskracht. En we hebben net voorheen al gesteld dat volgens Marx alleen arbeidskracht hetgeen is dat meerwaarde kan opleveren. Dus alleen dat variabele kapitaal levert voor de kapitalist meerwaarde op. Omdat de arbeider dus in zijn arbeidstijd een grotere waarde creëert aan de producten die geproduceerd worden. En deze twee delen, dat variabele kapitaal en het constante kapitaal, staan altijd in verhouding tot elkaar. Want ja, je hebt die machines en die grondstoffen nodig en die technologische ontwikkeling gaat daar natuurlijk ook steeds verder in. Aan de andere kant blijf je altijd arbeidskracht nodig hebben, dus zal er altijd een gedeelte in geïnvesteerd moeten worden. Want je hebt mensen nodig om die machines te bedienen of op zijn minst om die machines te bouwen en om het proces in goede banen te leiden. En die verhouding tussen variabel kapitaal en constant kapitaal, dat noemt Marx de organische samenstelling van het kapitaal. En ik denk, ik hoop eigenlijk dat al deze concepten van meerwaarde en concurrentie en constant en variabel kapitaal nu een beetje samenkomen in wat Marx de wet van de tendens van de dalende winstvoet noemt. Waarmee hij ook uitlegt hoe crisissen ontstaan en ook een beetje misschien verklaart waarom alleen arbeidskracht meerwaarde creëert. Want deze wet legt uit hoe, ja, heel paradoxaal eigenlijk, het feit dat de winstgevendheid binnen het kapitalistische economisch proces voortdurend moet groeien, er uiteindelijk toe leidt dat crisis ontstaat, omdat de winstvoet uiteindelijk zal dalen. Nou, hoe vindt dat plaats? We hadden het er net over dat de kapitalist altijd zal proberen om de productiekosten zo ver mogelijk te drukken en het productieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. En het is dus voor de kapitalist handig om te investeren in bijvoorbeeld technologie. Want een efficiëntere machine kan hopelijk met behulp van minder mensen meer en sneller produceren. En de kosten voor arbeidskracht probeert hij zo ver mogelijk naar beneden te brengen. Dat kan door proberen de lonen te drukken of de arbeidsdag langer te maken. Maar dat kan ook dus door te proberen om zoveel mogelijk arbeiders uit het proces te elimineren. En zoveel mogelijk door technologie te laten gebeuren. Dat betekent dat de verhouding van de investering van het kapitalist steeds verder verschuiven naar dat deel aan constant kapitaal. En dat het variabele kapitaal in verhouding steeds kleiner deel wordt in dit arbeidsproces. En even kijken. Ik probeer het een beetje helder uit te leggen, maar ik vind dat zelf best wel lastig over te brengen. Ja, want als we dan even terugkomen op die concurrentie. Het is dus eigenlijk onder druk van concurrentie dat de kapitalist probeert steeds meer kapitaal te accumuleren, steeds meer te investeren in constant kapitaal, om winst te kunnen blijven maken. Want anders dan haalt je concurrent jou weer in en dan heb je niet meer een positie waarin je voordelig gezonde winst kan maken met de producten die je op de markt brengt. Dus wat gebeurt er? Dat deel variabel kapitaal in het productieproces wordt steeds kleiner. Maar we hebben net gezegd dat dat dus eigenlijk het enige deel is dat meerwaarde oplevert op de lange termijn. Dus wat je ziet is dat er gebeurt, is dat als een kapitalist
we kunnen bijvoorbeeld even in het extreme doortrekken dat als stel de kapitalist investeert in een machine die in staat is zonder arbeiders een product te produceren. Dat zal de kapitalist op korte termijn in staat stellen enorme winsten te maken. Want je bent bijna geen geld kwijt aan het productieproces, behalve die ene keer die investering in, dat, in die machine. Maar je hoeft geen lonen meer aan arbeiders te betalen bijvoorbeeld. Dus op korte termijn ben je in staat om producten heel efficiënt, heel goedkoop te produceren en goedkoper op de markt te brengen. En dan heb je tijdelijk een monopoliepositie die best wel voordelig is en je maakt heel veel winst. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat een ander kapitalist dezelfde machine heeft en de producten ook goedkoper op de markt kan brengen. En dan zeg jij, nou ja, dan maak ik het ook weer goedkoper, want ik ben toch niet kwijt aan arbeidskracht. Dan komt er een moment dat het verkopen van jouw product gelijk staat aan wat je betaalt om grondstoffen te kopen. Dus je koopt katoen. Nou, die machine maakt van het katoen een shirt. Je bent niks kwijt aan arbeidskracht, dus je kan het shirt verkopen voor dezelfde prijs als waar je de grondstoffen van gekocht hebt. Nou, dat is aan de ene kant de enige manier om nog je product voor een lage prijs op de markt te brengen, zodat het nog gekocht wordt. Aan de andere kant, de winst valt weg. Want je bent hetzelfde bedrag kwijt aan het inkopen van de grondstoffen. Dus als je die arbeidskracht weghaalt, het variabele kapitaal weghaalt uit het productieproces, dan heb je geen meerwaarde meer. En dan kun je dus geen winst meer maken als kapitalist zijnde. En dat gebeurt natuurlijk niet dat het in zoverre doorgaat, omdat je altijd mensen nodig hebt om machines te bouwen, machines te behandelen, producten te vervoeren of wat dan ook. Maar dit is wel wat Marx omschreef, wat we in de praktijk zien. Dat die zoektocht naar constant kapitaal te accumuleren en winst te blijven maken, leidt tot aan de ene kant overproductie en zoveel mogelijk investeringen in constant kapitaal, dat deel variabel kapitaal steeds verder afneemt, dus ook de meerwaarde die wordt geproduceerd, dus dat eigenlijk op een gegeven moment kapitalisten geen gezonde winst meer kunnen maken. Nou, en op dat moment ontstaat er dus een crisis. Op de eerste plaats omdat het niet meer zoveel gezonde winst oplevert voor de kapitalist, maar ook omdat er een andere kant aan deze munt zit, namelijk als arbeiders, als de lonen steeds lager worden, als er steeds minder banen zijn, als steeds meer mensen worden ontslagen en de werkloosheid neemt toe, dan heb je op een gegeven moment ook geen gezonde afzetmarkt meer. Want de arbeiders zijn natuurlijk ook degene die de producten op de markt consumeren. En je kan je producten niet meer echt voor winst verkopen. Maar er zijn op een gegeven moment ook steeds minder mensen die nog kopen. Omdat gewoon de werkloosheid toeneemt, armoede toeneemt. En dat is dus hoe er zo'n soort van ziekte in het productieproces en het economische systeem ontstaat. Wat we dus steeds opnieuw crisis noemen. Oké, ik ga ook langzaam naar een afronding toe. Samengevat, onder druk van die concurrentie zal de kapitalist proberen zoveel mogelijk te investeren in constant kapitaal om het productieproces op korte termijn efficiënter te maken en op korte termijn veel winst te kunnen blijven maken. En worden de kosten voor arbeidskracht steeds verder gedrukt. Wat betekent dat de arbeiders zelf ook in een steeds slechtere positie terechtkomen van die armoede, die werkloosheid. Dus er wordt op een gegeven moment ontzettend veel overgeproduceerd. Maar wat geproduceerd wordt, kan eigenlijk direct weggegooid of verbrand worden. Want er is ook geen gezonde afzetmarkt meer. We hadden het vanochtend in een meeting over energietransitie. Waarin ook gesteld werd van, nou ja, je ziet nu letterlijk fabrieken waar enorm veel kleding geproduceerd wordt. Wat vervolgens direct, zonder überhaupt naar een winkel te gaan, op een brandstapel terechtkomt. En dat toont dus ook heel erg goed aan dat het, ja, dat het niet onze hebzucht is als mensen die leidt tot overproductie of tot dit soort crisissen. Maar dat het de logica van het systeem is die zo tegenstrijdig is dat er wordt overgeproduceerd.
ongeacht of die producten geproduceerd worden of niet. Omdat de kapitalisten zelf ook afhankelijk zijn van die kapitaalaccumulatie en die zoektocht naar winstmaximalisatie. Dus het systeem werkt inherent heel erg tegenstrijdig. Er wordt niet geproduceerd naar de behoeften van de mens, maar op basis van winstmaximalisatie. En dit is aan de ene kant een systeem waarin mensen uitgebuit worden, want we zijn allemaal afhankelijk van de verkoop van onze arbeidskracht voor loon. Terwijl het ondertussen een systeem is dat dus ook de aarde kapot maakt voor die overproductie. Constant grondstoffen blijven eisen, ongeacht op welke manier je die verkrijgt of wat dat betekent voor de aarde, om vervolgens te produceren op een manier die geen eens nodig is. Dus los van het feit dat het een systeem is dat niet fair is omdat mensen uitgebuit worden, is het gewoon ook een systeem dat op zichzelf niet gezond is en op de lange termijn niet houdbaar is. Ik denk dat er misschien ook nog veel te zeggen valt over hoe kom je vervolgens uit die situatie van crisis, ontstaat er wel weer een gezonde economie en leidt die vervolgens weer op langere termijn tot crisis, want dat is gewoon wat we sinds Marx schreef constant hebben gezien natuurlijk. Maar dat laat ik even voor de discussie. Ik hoop dat ik die wet van de dalende winstvoet een beetje oké heb uitgelegd. Maar anders gaan we dat gewoon samen proberen te vatten. Dus dan laat ik het daarbij.